Femke Rotteveel. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt ook voor de cultuur in actie, ja. Want is directeur van Fotodoc in Utrecht. Ja. Dat is een heel klein museum of zo, hè? Of ja. Ja, we zijn een presentatieinstelling. Als je geen eigen collectie hebt, dan heet je presentatieinstelling. Dus ja. Dat zijn wij. Ja. Dus wij. Een soort kunsthal, maar dan heel klein en voor precies, foto's. Ja. Ja. Dat is, vind ik, een hele mooie vergelijking. Okay. Ja. Ja. Dus we maken eigenlijk tentoonstellingen rond maatschappelijke onderwerpen. En daar gebruiken we fotografie voor. Ja. En omdat we denken dat beelden superkrachtig zijn. En we geloven in de kracht van verbeelding. Dus fotografen hebben heel veel te vertellen. We zien de foto's terwijl wij praten. Ja. Zien we een paar uit jullie. Ja. Nou, collectie is het dan niet. Ja, maar dit was van de afgelopen tentoonstelling. Die ging over collectief geheugen. En we hebben allemaal fotografen samengebracht die met dat thema aan de gang waren. En dit is een foto van een Russische fotografe die eigenlijk op internet allerlei beelden rondom een verborgen basis op Groenland, een Amerikaanse basis, heeft gevonden via het internet. Waar die hadden ze gebouwd op een ijskap, die ging verzakken. Dus ze hebben alle kerntroep laten liggen en ze zijn vertrokken. En zij heeft dat verzameld. Ja. Om eigenlijk dat collectief geheugen wat er niet was rondom ja. Dat thema, om dat te laten zien. Zeggen jullie laten dus altijd foto's zien die gewoon iets te maken, documentaire foto's, ja. Zeg maar zeggen. Ja, ja. Hoe is het gegaan met de corona, met de sluiting? Ja, weet je, het is super heftig als je dingen maakt voor een publiek en je moet de deur op slot doen. Dus we maken tentoonstellingen en we doen allerlei programma's op scholen rondom begrijpend leren kijken. Dus van het een op het andere moment stopte alles. We hadden allerlei klassen staan. We hadden net de tentoonstelling geopend op 6 maart. Dus ja, dat is echt afschuwelijk. Op 6 maart. Was dat deze tentoonstelling? Nee, dat was de tentoonstelling daarna. Een tentoonstelling van een jonge Utrechtse fotograaf, Bart Lunenburg. En die heeft daar een jaar aan gewerkt. En dat is gewoon afschuwelijk. Ja. En, ja. En dat vind ik heftig om te zien, dat voor heel veel fotografen die nog niet hun brood verdienden alleen met hun vak, maar daarnaast voor festivals werken of partijen ja. Of events fotograferen, of het een op het andere moment stopt het ja. Voor ze. Ja. Ja. En doen jullie online dingen nu in de sluiting? We doen altijd ook wel online dingen. En dat past ook bij een kleine organisatie als de onze. Dus we hebben tentoonstellingen die je online kan bekijken. Dus nou ja, als het nog 12 jaar gaat duren, dat hoop ik niet. Dan zal dat zich. Weet je, er gaan nieuwe dingen ontstaan. Die smartphone is er ook 12 jaar nu. Dus weet je, we kunnen ons niet voorstellen wat er over 12 jaar is. Maar in feite moet jullie huis natuurlijk weer open, hè? Het huis moet open en dat kan morgen. Dat gaat morgen open. Morgen zijn alle kaarten al uitverkocht. Zondag lukt nog wel. En volgend weekend weer. Dus dat. En met wat voor aanpassingen? Nou, dat is wel een mooie. Mijn super praktische producentcollega, en daar ben ik ook hier zo onder de indruk, wat in korte tijd hier uit de grond is gestampt, ongelooflijk. Is denk ik representatief voor cultuur. Want, er is niks. Er is niks. Er is een idee. Er is een geloof in iets. En kijk eens wat voor een geoliede machine hier staat. Binnen een week is dit gebeurd. Binnen een week. Nou, ja. Echt serieus. Camera's, licht, catering, muziekinstrumenten. Je stapt producers, uit. Producers, redacteuren. Ongekend. Ik kan er ook niet over uit. Ja. En ik denk, als je ziet wat er betaald wordt aan organisaties die events organiseren. Ik weet zeker dat dit Olympische Spelen kwaliteit is. Wat goed dat je het zegt. Ja. Ja, en dan denk ik ja. En, maar die producent van Fotodoc, die, ja. We hebben natuurlijk, we zijn een kleine organisatie, dus je kan niet de high-tech dingen, aanpassingen doen. En we hebben allerlei kleine verkeersspiegels gekocht. Die hebben we in onze gangen gehangen, die zodat je om de hoek kan kijken. Oh. En dat vonden een heleboel organisaties in Utrecht een goed idee. Dus de omzet van verkeersspiegels is enorm toegenomen. In ieder geval, denk ik. Ja, ja. 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 Wat is jouw actieboodschap naar de politiek, zullen we maar een beetje cliché zeggen, hè? Nu, dit is een actie voor ja. De kunsten. Ik denk dat kunst en cultuur is niet een aparte wolk, een aparte pijler, maar verbeelding is overal nodig. Dat kunnen mensen op heel veel verschillende terreinen doen. Strakke dingen organiseren, van niets iets maken,
verbeelden dat wat er niet is. Dat hebben we ook nodig, want we weten niet wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Maak gebruik van de scenario-schrijver als je scenario's bedenkt voor de toekomst. En ga dat niet vanuit beleidsideeën alleen maar doen. Betrek mensen erbij. Gebruik die kwaliteiten. Heel veel mensen zitten thuis, maar zijn super waardevol in dat wat ze kunnen. Ja. Praktisch, maar ook qua denkkracht. Ze hebben de verbeelding. En ze hebben het hart op de goede plaats. Ze hebben alleen nog niet de macht. Maar de verbeelding moet gewoon aan de macht. Absoluut. Zo moeten we het stellen. Absoluut. Nou, Femke, ik vind het hele mooie woorden. Maar nu is natuurlijk de hamvraag. Ja. Namens wie zit je hier? Nou, ik zit hier namens Fotodoc. Dus de twee oprichters, de vier bestuursleden, mijn 8 collega's. Dat klinkt heel veel, maar dat is soms een dag per 2 weken. Ik vind namens ook de 76... mensen die dit jaar hun opleiding tot fotograaf op academisch afronden. Dus dan kom ik op 91. Nou, dat vind ik, ga ik helemaal mee akkoord. Ja? Okay. Ja, en je staat er zelf ook wel bij, hè? Daar sta ik zelf ook bij. Ben je een van de oprichters of niet? Nee, ik ben een van de oprichters heet wel Femke, maar ik ben de nieuwe Femke. De nieuwe Femke. Ik ben een van de 8. Ja. Nou, en de oude Femke en de nieuwe Femke, ja. 91. 91. Zet je handtekening ergens als het nog kan. En wij zetten er 91 bij op het bord. Okay. Zeer bedankt. Ja. Heel veel plezier dat jullie weer open gaan. Ja, en veel succes. Dank je wel. Dank je.